Ah. Niks is zo lekker als koffie uit mijn Eevee-kop. Ja, letterlijk en figuurlijk. Dit is een Eevee-kop. Tenminste, hier heb je een foto, dan zie je niet. Zie je echt gewoon. Het is een Eevee-kop waar ik nou koffie. Kunnen we niet naar de intro? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's... Oh, sorry. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pip Mario en de Duizendje Door. Ik ben er weer, trainer Stevie, terug voor een nieuwe aflevering. Ik praat een extra zakjes in verband met dat ik ben mijn koffie nog aan het roeren. En Mario en Koeps, zijn best wel vermoeid van al dat geleuter van de vorige aflevering. Dus daarom praat ik nu zo. Wie hou ik voor de gek? Worden jullie zelf eventjes, waar heb ik mijn controle in gelegd? Worden jullie zelf eventjes wakker, want echt serieus. De reden waarom ik aan de koffie zit is, ik ben dit al aan het opnemen op een zondag, voordat ik naar mijn werk moet. Dus ik zit gewoon aan de koffie, ik zit gewoon hier te multitasken van hier tot een beginder. In de vorige aflevering zijn wij bij de 1000 jaar door geweest, hebben we geleerd waar dat de volgende Crystal Star te vinden is. Hebben we Koeps een level up gegeven en moeten wij dus op zoek naar een soort van wezentje. Tenminste, dat hebben we in de vorige aflevering gezien. Dus heb je dat gemist? Ik zou zeggen, kijk dan eens eventjes de vorige aflevering terug. Onprofessional hoor, koffie zuipen terwijl dat je aan het opnemen bent. Hoezo is dat onprofessioneel? Serieus. Tenzij dus jullie weer een vertraging willen van 36 jaar voordat er weer een aflevering... Oké, 36 jaar is wel erg overdreven. Al moet ik zeggen dat ik bijna al 10 jaar op YouTube zit. Tijd vliegt. In ieder geval, we kunnen dan mooie shortcuts nemen. En dat is dus door die tralies heen, hè. Met de C, hè. Jongens, kom op. Oh, en als we dan hier komen, dan zien we daar... Hey Mario, did you see that? There was one of those things Professor Franklin mentioned. Dankjewel voor die reminder en... Dit zijn zulke cheaps. Oké, vooruit. Vooruit. Ik wil de starpoint. We hebben bijna een level up. Trouwens, nou kan ik jullie dat ook even laten zien. Dat heb ik nog, niet echt benadrukt, maar... Koeps doet tegenwoordig 3 damage. Hoe awesome is dat? Ze geven er maar eentje, dus het is totaal eigenlijk niet waard. Ik wil ze toch! Zo heerlijk hoe dat Koeps dit in één keer kan neershotten. En dan krijgen we er toch 3, dat is... Goed. Toch? Ik bedoel, we hebben er nog maar 4 nodig. En ik vergeet op aan te drukken, waardoor dat deze animatie nou een stuk langzamer gaat. En dank wel aan die random hartjes die we niet nodig hebben, omdat we te awesome zijn in dit spel. Nou ja, in ieder geval, we kunnen nou dus hier doorheen. Dat konden we eigenlijk al eerder, maar nu heeft het meer nut. En laten we maar eens even met het beestje gaan praten. Als het beestje niet de hele tijd wegrent. Oeh, een badge. Geef me even een seconde. Sorry. Eek. Don't eat me. Huh? You didn't come to eat me? Jawel. And you're not bullies? Guess again, nerd! Sorry dat moest. No! Leave me alone, you big meanies! Mario, that was uncool. Don't say stuff like that. I thought you were nicer. Hey, Koeps. Guess again, nerd! No. Relax, relax, little guy. We're not bullies, I swear. For real? Wauw, dat klonk een beetje shaggy. Zoinkt! Oké. Focus! Je hebt koffie. Phew, boy, that was good. That's good. I thought for a second that I might have an accident. Aren't you one of those creatures from Bogley Woods? What are you doing down here? What? Why do you know about me? No! You must be guys working for those X-nuts, aren't you? You chased me here. No, it's the end. Wauw, wat een drama queen. X-nuts? What the heck are those? Sounds like tissues. To the extreme or something. Look, we're not here to do anything to you, so relax. Tell us what's going on, okay? Okay, this gang of bad guys who calls themselves X-nuts came to where I live. Ik vind het nog steeds geweldig, super tissues. They came inside the great tree. Don't you mean the great Deku tree? And started tearing it apart and causing trouble. So, I've come all the way here looking for help. A bunch of bad guys in the great Deku tree? Great tree? If those are the same guys who kidnapped the princess, they want the crystal star.
Now that you mention it, they say something about the crystal star thingy. But we punies do not know anything about any crystals or stars. Say, could you guys help us out? Maybe chase them off? If you do, we'll give you, what was it? That crystal star! If you do, we'll give the puny elder... Yeah, the puny elder will give you that. I don't know what it is, but it helped us reclaim our tree. I'm sure the elder will agree. So what do you say? Let's not waste any more time. I'm begging you. Vooruit dan. Really? You're not joking? You'll do it? Yeah. I guess we should. I'd feel pretty bad if we didn't do anything. Plus, we do need the crystal stars before those ex-guys do. Blijf jij ze maar tissues noemen, Koops. Dat vind ik het leukste. Oh, thank you so much. This is great. I am so happy. My name is Punio. Pleased to meet you. I'll take you wherever I... I'll take you to where I live. Follow me, okay? Vergeet niet, jongens. Ik doe dit live. Ik zit hier live op knopjes te drukken voor een microfoon. Live. It's this way. Dit te zeggen. Ja, die... Dus, kijk maar. Spring, spring. Hamer, hamer. Kijk, kijk. Anders was dat heel erg goed getimed of... Jullie snappen me wel. Dit is allemaal live gevoice hack, dus... Wait, hang on a second. Oké, ik hang aan mijn tafel. I'm sure the puny elder set some button around here. Open the secret entrance. Nou, bedankt. Het grappige is, je ziet er inderdaad raampjes van die kant moet je op. Maar we zagen hier een badge. En die badge, die is kein... Ja, die is best wel handig. Dit is namelijk de Damage Dodge Badge. Deze badge, als je die equipt, dat zorgt ervoor dat je in plaats van 1 damage, 2 damage kan guarden met A. Dus dat is de normale guard, niet de subguard. Welke eventjes sorteren naar BP? We hebben er 2 voor nodig. Dus ik heb de Close Call niet echt nodig. En Power Smash, Nah. Ik bedoel, we hebben Koops nou die voor spiked enemies kan zorgen. Dus laten we de damage dodge maar gewoon equippen. Waarom ook niet? Plus, we gaan binnenkort bijna een level omhoog. En dan ga ik zeker voor PP. Waarom zou ik niet voor PP gaan? You can get to the woods where we punish live by going through that pipe there. Oké, hurry, hurry. Ik zit nog steeds aan mijn koffie, jongens. Ah, heerlijk. Lekker bakje koffie. Nou, en als we hier dan doorheen gaan. Kan ik even lekker slurpen van mijn koffie, hoor. We krijgen een laadscherm. Chapter 2. The Great Deku Tree. Oh, kom op. Iedereen die noemt het altijd. Nee, The Great Bugly Tree. Ik vind het nog steeds The Great Deku Tree. En zo zal ik het ook de hele Let's Play blijven noemen. Probeer me maar eens tegen te houden. Oh ja. Verslik me bijna mijn koffie. Er is een soort van running gag hier. So the bugly woods, huh? Looks mysterious, alright. What will we run into next? Okay, just a little bit further and we should be able to see the Great Deku Tree. The elder and our friends are waiting for us there. Why am I calling it the Great Deku Tree? It's just a great tree. Oh, and my little sister is waiting there too. Come on, let's go. Ja, als je te lang met ons mee rondhangt, Punio, dan ga je het van eigen de Great Deku Tree noemen. In ieder geval, dit is dus de Bugly Woods en de running gag waar ik het al 5 seconden eerder over had. Laten we een flashback... Nee, laten we geen flashback doen. Er is een gimmick dat echt... Ik vind... Het spel, begrijp me niet verkeerd, ik vind het een geweldig spel. Het spel blijft altijd geweldig, bla 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 bla. Een van mijn favorites. Er is alleen één ding. Alle even chapters. Chapter 2, chapter 4, volgens mij ook chapter 6. Ik haat ze. Ik bedoel, echt serieus. Ik ben er geen fan van, omdat dat zijn de grootste backtracking chapters in het hele spel. Ik vind deze al een enorme backtracking hebben. En 4 en 6, spoilers, hebben dat ook. Maar dat wordt een beetje een running gag. Dus dit is niet een van mijn favoriete chapters. Chapter 3 daarentegen. Oh boy, ik kan niet wachten tot we daar zijn. Maar goed. Voice acting is hier altijd leuk. Oh, sorry. Sorry, Scooby. Time to go to work, lovelies. Vivian, you understand what you gotta do, yes? A, find that Mario guy. And B, steal the map to the crystal stars, right? We can just do away... We can just do away with Mario and his friends, can't we? Or is that bad?
Oh, bad things happen all the time, Vivian. But you're right about our goals. If my information is correct, Mario should be coming down this road quite soon. You must ambush him here and get the map. Hmm? What's this now? Vivian, what's that you're fawning over there? Oh, what, you mean this? I found it near a tree over there a while back. Isn't it a gorgeous necklace? It was so lovely, I just had to pick it up. Vivian, for shame, picking up somebody's scraps. Disgusting, greedy, blah. But enough about that. Vivian, my dear pack rats. Bring out a sketch of that Mario guy that you got from Grotus. What? I don't have that. You said it was way too important, so you took it. You should have it. Don't be ridiculous. I don't have the thing. You were in charge of it. You wretched little worm, blaming me for something you probably screwed up. Bye-bye. Hoi. Duh-duh. Oh, what is it, Merlin? What's that? A mustachio fellow? This is no time for such nonsense, you great oaf. Save your games for later. Now, where was I? You, Vivian, don't tell me you lost our precious sketch. But listen, look, it's not my fault. I never had the sketch. Silence, you dits! Such impudence. How dare you talk back to me like some rebellious child? It's clear to me that you only retaliate our type understands its force. For your punishment, I'll be taking that necklace you just found. Yes, oh so sorry. But Beldon, oh you're horrid. Ja, don't mind us. We lopen hier gewoon heel eventjes rustig door. Oh ja, en voordat ik het even vergeet, altijd heel eventjes de boompjes hameren. Zo krijgen we altijd leuke items, net zoals hier. Oh, what am I to do? Kaka? Ik vind het altijd wel leuk om wel eventjes met die gasten te praten, zo. Want ja, ze hebben geen idee wie ze moeten zoeken. Waarschijnlijk ons. What is it, Mr. Moustache? Leave us! Scram right now! I have no business with you! Oké, sorry. In ieder geval, alle boompjes controleren, dat is altijd heel erg handig. En ik raad trouwens één ding even aan. Verkeerde knop. Oh. Wat je wil doen, is je wil heel eventjes swappen naar Goombella. Want we krijgen nieuwe vijanden hier te zien. En dan is het altijd wel handig om je hamer klaar te hebben. Om Goombella neer te zetten voor de Tattle Ability. Oh, en wat convenient. We hebben al gelijk twee nieuwe vijanden. Ja. Nadeel is, ik wil ze eigenlijk allebei tegelijkertijd tattelen. En ik weet dat als ik nu de hamer ga gebruiken op de piranha plant, dat de piranha plant het gaat. Weet je wat, we swappen wel heel eventjes, dan kunnen we gelijk even de tattle ability gebruiken. Dat is gelijk het makkelijkste. Dit is namelijk niks minder dan, jullie hebben het al door, een piranha plant. Alleen, dit is een pale piranha. Deze gasten hebben geen kleur en zijn dus de zwakste van hun soort. Een HP is 4, aanval is 2 en defense is 0. Je kunt niet op ze springen, want in verband met ze hebben een bek open en dat zal nogal pijn doen. En die anderen die hebben eigenlijk al getaddeld. Waarom doe ik zo moeilijk? Waarom doe ik zo moeilijk? Nou, in ieder geval, piranha plant die hebben we dus neer. En ja, deze gasten die kennen we al. Net te laat met de supercard. Maakt niet zoveel uit. Het enige nadeel is, we kunnen ze niet echt veel doen. Aangezien dat ik de hamer badge heb unequipped. En er is maar één ding wat ik zou kunnen doen. En dat is namelijk met Koops. Koops heeft een attack increase gehad. En we weten dat die Clefs een defense hebben van 2. Dus als we 3 damage doen, dan doen we sowieso 1 damage. En trouwens grappig goed dat er nou allemaal piranha planten zijn. Als ik dit goed time met Super Guard, dan mappen we hem ook gelijk neer. En ondertussen krijgen we nou dus een hele leuke cutscene. Want we zijn level up! En koffie. Level up! Nou zou het deze ronde eigenlijk weer de tijd zijn om HP te upgraden. Maar we hebben een HP badge die toevallig 3 badge points kost. Dus zoals ik al eerder heb gezegd, ik ga voor de BP. Dan kunnen we altijd kiezen of we de extra HP willen gebruiken of niet. En ja, daarom is BP eigenlijk dus wel het beste om dat gelijk mee te nemen. Oké, nou eventjes, hebben we jou al gehamerd? Ja, we hebben jou al gehamerd. Vergeet niet, er zit ergens... Oh boy, nee.
Daar. Ah. Zo. Maak jullie geen zorgen, ondertussen is mijn koffie op. Oké, nou, we hebben dus nou extra 3 badge points. Hallo, dank je. Mijn C-knop wou niet werken. We hebben dus nu 3 extra badge points. Dus laten we eens even kijken welke badges dat we kunnen gaan equippen. Nou, de Happy Heart is op dit moment wel heel erg handig. We hebben een HP plus daar zitten, maar ja, zoals ik al zei, we hebben niet echt extra HP nodig. En aangezien dat we, ja, Happy Heart, ja, en de Power Smash, laten we die maar terug doen. Want dan kunnen we namelijk ook die Spike Beesten nog eventueel een extra klap geven. En zoals ik al zei, we gaan enorm vaak back and forth hierbij. Spoilers, en niet te vergeten, we kunnen zo nog eens een keer gratis 3 damage doen. Oh, dit is trouwens heel erg gaaf. We zien hier nu, ja, ik kan dit nou op 2 manieren doen. Of ik gebruik in totaal... Oh nee, wacht even, dat kan niet, want multibounce werkt niet. Ik kan een item gebruiken. Weet je wat, we mappen deze 4 gewoon in 1 keer neer. Ik bedoel, waarom ook niet? Het is net zo makkelijk. We willen dus gelijk Earth Tremor doen en als we dit doen... Ja, dan doen we gelijk 6 damage aan alle vijanden. Dat balletje is zo spannend met zijn geluid. Poef. Nou is er heel soms, als je alle vijanden tegelijkertijd neermapt, krijg je soms nog wel eens een beetje een extra level boost. Het is zeldzaam. Ik heb het een paar keer meegemaakt, maar ja, volgens mij is het heel soms hoor. Dus don't quote me on that. Serieus. Ik weet niet zeker, maar ik heb het een paar keer meegemaakt. Dus ja, ik dacht dat het wel een geval was. In ieder geval... Even hier de boompjes even checken. En volgens mij... worden we onderbroken. There, can you see it? The big tree? That's what I was telling you about. That's where we punies live. That's home. Of course, it's not just us in the tree. Lots of jabbies and piders too. Bedoel je niet spiders? Of... Nou ja, never mind. Well, anyway, Mario, follow me. Het grappige is, deze warpipes die je dus ziet... Wauw, ben jij in één keer groot geworden. Ik bedoel, vergeet niet, dat is achtergrond wat we daar zien. En hij is dezelfde size gebleven. Maar deze warpipes, daar zie je dus hier een gaatje aan de onderkant in zitten. Dat gaatje aan de onderkant is eigenlijk best wel grappig. En oh, ik heb geen inventory space meer. Sleepy sheeps, die gebruik ik nooit. Nee, die kunnen we eventueel trouwens... Nah, nee, laat maar gaan. Laat maar gaan. Sheepy sheeps, ik kan ze voor een grappig keertje gebruiken, maar nu niet. In ieder geval, dat kleine detail, dat is dus voor de punies, dat ze daar dan warpipes kunnen gebruiken. Ik vind dat wel een leuk detail. Dus, ja. Sorry. Dat is een grappig detail. In ieder geval, deze boom ziet er nogal klein uit. En in de achtergrond, of ja, in de voorgrond zien we dus onze schaapje verdwijnen. En de Great Deco Tree! En als we dus goed keken, ik hoop dat we hier heel eventjes de cutscene kunnen ontwijken. Want wij zagen namelijk... Nou ja, ik weet niet of jullie het zagen, maar ik zag het. Hier in het watervalletje zit een badge verstopt. En deze badge is hetzelfde als de HP-up badge die we hebben. Alleen dan voor FP. Dus ja, weer een reden om eigenlijk meer BP te gebruiken als andere upgrades. En nou weet ik niet zeker of er ook nog iets in die andere waterval zit. Dus laten we heel even gaan kijken. Volgens mij niet, maar... You never know. Volgens mij zit daar een starpiece. Sterker nog, we kunnen daar nog niet eens naartoe. Oké. Hallo! Oh no! Oh, Koops, dat ben jij! Oh no, what is the matter? Well, take a look. This door wasn't here before. Somebody just installed it. And I can't open it. I thought I could finally save everyone. I'm a fool. Dankjewel, Koops, voor dwars door me heen te lopen. Hey, don't take it so hard. It does look sturdy though. What do we do now? I know! Oké, het stond kadit, maar serieus. I know vind ik leuker. Sommige dingen die klinken gewoon anders leuker, dus ja. Haha, wij zijn sneller. Long ago the puny elder told me about a secret entrance somewhere around here. We can get in through there. Oh, we can get in through there. We can't get in through there. I'm completely sure of it. Problem is, I doubt finding it is going to be easy. I mean, it won't be labeled secret entrance.
What should we do? Not to be a worrywart, but how in the heck can we find somebody's secret entrance? Well, it's hidden by this invisible thingy. We need to find and remove the thingy. Boy, but removing a normal thingy sounds tough enough, let alone an invisible one. I got it! Flurry! Surely Madame Flurry powers can help us. Flurry is a refined and dignified lady who lives in these woods. The elder says she's a wine spirit who can wield the powers of the air. A wine spirit? A wind spirit. Lieg Engels, Stevie. You see where I'm going with this? She can use wind power to blow the thingy away. Well, it won't hurt to try. Flurry lives in the deepest corner of the woods, so... Let's head back to the direction we came from. Nou, op zich moet ik zeggen, we hebben best wel goede progress gehad. En wil ik het hier dus eigenlijk bij gaan laten in deze aflevering. Ik bedoel, we zijn bij de Great Deku Tree terechtgekomen. Dus ik denk dat ik het heb gelaten in deze aflevering. Dus ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Heb je leukste momenten? Laat weten in de reactie natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie allemaal te zien. En dan gaan we naar Madame Flurry. En ik heb me toch een stem voor Madame Flurry. Ik hoop dat jullie dat ook leuk gaan vinden. Maar dat meer in de volgende aflevering. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei!